Ja, ik heb het als heel intens ervaren. We hebben echt een lange periode gerepeteerd. Eigenlijk begonnen de repetities al in 2020. Toen werd de show uitgesteld. En nu hebben we weer 3 volle weken hieraan gewerkt. Dus deze week hebben we hem al heel vaak mogen repeteren. En vandaag was dan de eerste keer voor het echt met mensen in de zaal. En ik merk dat dat toch wel echt iets met je doet. Dat je echt die feedback van het publiek krijgt. En ja, ik sta gewoon keihard te genieten om dit samen met Han en Marten te mogen doen. Ja, ik zou echt willen zeggen wat we ook in de show zeggen. Blijf altijd geloven in je dromen. Dat is echt het allerbelangrijkste. Want ik heb ook 6 jaar lang mijn droom mogen leven. En ik denk dat dat heel mooi is voor kinderen. Dat zij dat ook kunnen geloven. En dat er uiteindelijk een nieuw iemand komt die dat vast en zeker minstens even goed gaat doen als ik. Dus ik denk dat het juist een heel goed voorbeeld is voor kinderen van oké, geloof in je dromen en ga ze achterna. Nou, ik moet eerlijk zeggen, het doet me echt wel wat, omdat ik er heel erg van geniet. Ik geniet er echt van om zo sportief bezig te zijn en ja, dit samen met Hanna en Marten te mogen beleven. Dat blijft gewoon ontzettend bijzonder en dat is, ja, dat gaat de rest van mijn leven, draag ik dat gewoon met me mee. Maar de beslissing is natuurlijk heel allround. De beslissing gaat niet alleen maar over wat we hier staan te doen, maar het is echt een beslissing die diep van binnen kwam vanuit het fulltime K3 zijn.